Dat is een punt tegen een tegenstander met meer ambitie, met een grotere begroting en met een betere selectie. Dus dat moet goed voelen. Ja, ik denk dat wij tevreden moeten zijn met dat punt. En ik denk dat we karakter getoond hebben. We hebben het grootste gedeelte vechtvoetbal moeten spelen. En dat is niet, dat zit niet in het DNA van Kwik op voorhand. Maar dat hebben we goed gedaan. Ik denk dat we heel matig begonnen. De eerste 10 minuten waren voor hun. Ja, dat stonden we ook niet goed. En dan begint het ook al met die uittrap van Jari, die natuurlijk verkeerd uitkomt. We hebben het omgezet naar 4-4-2 en eruit. Toen kregen we wat meer grip. Toen hadden we ook met Delano aan de buitenkant wat meer diepgang in balbezit. Rashid die stond aan die buitenkant, liep hij natuurlijk achter Opoku aan. En daar kwam hij zelf ook niet meer aan zijn dingen toe. En centraal was dat even wat, wat beter. En zij verraste jou denk ik met een centrumverdediger in de spits? Ja, we hadden Brandjes niet in de spits verwacht, nee. Maar goed, uiteindelijk scoort hij wel die goal. Dus dat is niet ook zo'n rare keuze geweest van hun. Die goal mag er overigens niet in. Hè. Dat is wel zonde. Maar uiteindelijk denk ik dat we, als we kijken naar het karakter wat we getoond hebben en de strijd die we geleverd hebben. Het was opportunistischer dan anders. We hebben bewust ook minder in de opbouw gedacht. En uiteindelijk levert dat een punt op. En dat is, in deze fase is dat goed. Ging wel resultaat. Twee dingen nog, Paul. Woensdag weer nog twee. Alleen maar een feestje of zie je kansen? Nee, nou ja, goed. Als je eerlijk bent, dan zijn die kansen. Er zijn altijd kansen, hoor je dan te zeggen. En dat is natuurlijk ook zo. Maar we moeten daar gewoon. Kijk, uiteindelijk vind ik dit punt belangrijker als zondag. En aanstaande zondag vind ik ook weer belangrijker als woensdag, bedoel ik. En aanstaande zondag vind ik ook weer belangrijker als woensdag. Dus we moeten daar voornamelijk ook goed heel uit zien te komen. Dan wat anders. November ga je zitten met de mensen die het hiervoor zeggen hebben. Wie ik hier spreekt, iedereen loopt weg met je. Ik heb het idee dat ze met je door willen. Hoe sta jij daarin? Contractverlenging na 5 jaar? Nou ja, daar moeten we eens goed over gaan zitten en over gaan praten. 5 jaar is natuurlijk al een heel eind. Het moet dan ook wel duidelijk zijn dat er nog een klik over te brengen is naar de spelersgroep. Ja, dus, maar Lagendijk zei altijd dat ze maar doorstroming in die spelersgroep. Ja, ervaren trainer, hè, Arie Lagendijk. Ja. En dat zit er bij jou dus. Ja, dat klopt ook wel. Maar goed, uiteindelijk vind ik wel belangrijk dat een spelersgroep nog het gevoel heeft dat ze... Ja, dat ze verfrissend door kunnen gaan. En dat gaan we eens op gemak met z'n allen bekijken. Maar jij hebt het hier zelf, je gaat met een bepaalde intentie straks dat gesprek in. Om eruit te komen, om te blijven, of heb je andere ambities? Nou ja, kijk, ambities heb je altijd, maar ik heb het hier verschrikkelijk goed naar mijn zin. Dus het is ook niet zo dat ik hier opeens weg zou willen. Want ik heb een fantastische club, met fantastische mensen eromheen. En dat past ook bij me, deze club past ook wel bij me. Net als thuis, hè, met je vrouw? Net als thuis met Annemarie.